de evenementen. Die worden verboden. Dat betekent dit jaar dus geen Pinkpop, geen Vierdaagse, geen Zwarte Cross. Dat is een keiharde dopper. Maar we kunnen er niet omheen. Nederland is een evenementenland. Wereldwijd wordt er gekeken naar waar dit kleine land groot in is. Van ontwerp tot productie. De evenementenmakers van Nederland zijn er goed in en worden wereldwijd ingehuurd. In 2020 veranderde alles ineens. Corona was daar. Wat was dit ook alweer? Hoe voelde het voor de anders zo bloeiende branche? Ja, ik kan het woord uitspreken. Ik denk iedereen weet waar het over gaat. Ja, corona. Ik denk dat daarvoor iedereen in de branche een van de meest heftige periodes uit hun leven is geweest. Corona, oh ja, dat was iets van een aantal jaren terug, geloof ik. Nou ja, kijk, ons eerste gevoel was, dit gaat zo over. Een hele heftige rollercoaster geweest met allerlei emoties. Dat gaat van een soort jubel tot boosheid, tot frustratie. Tot verdriet als we weer voor de zoveelste keren dicht gingen, half dicht, een beetje dicht, toch weer niet. En dan kun je ook wel zien hoe kwetsbaar de evenementenwereld is. Want er wordt als eerste de stekker uitgetrokken en als laatste gaat daar de stekker weer in. Dus we kwamen eigenlijk een beetje voor een dichte deur te staan. En dat werkte natuurlijk heel erg frustrerend. Ik werd uitgedaagd om op heel veel verschillende manieren om te gaan met die onzekerheid in je bedrijf en alles wat je hebt opgebouwd. En ook om te vechten om het gewoon staande te houden. Dus zo'n dingen waar je er later over terugdenkt, dat hebben we wel vaker als je terugdenkt, dat je nadenkt, wat hebben we nou eigenlijk meegemaakt die periode? Aan de hand van gesprekken met 10 betrokkenen reconstrueren we hoe de sector aan de pandemie begon. Wat dit met de branche, elkaar en de rol van evenementen in Nederland deed. In ons geval, en ik denk in heel veel mensen's gevallen, stonden wij aan de vooravond van de beste festival, zomer en evenementenjaar wat we ooit konden bedenken. Het Eurovisie Songfestival was in Nederland, het EK voetbal kwam eraan, alle festivals kwamen eraan. Iedereen stond gespannen te kijken naar wat gaat er op ons afkomen en hoe gaan we in godsnaam al de werk klaar krijgen. En in één keer was het over. Ja, alles stoppen. Wat ga je doen naar leveranciers, createuren? Kun je die nog wel betalen? Niet? Kunnen je klanten nog wel betalen? Evenementen is een verbroedering. Het brengt ook in negatieve tijden iets heel positiefs. Maar ja, dan sta je als evenemententak gelijk stil. En dan sta je wel te kijken, en nu? Wij zijn, als ik heel eerlijk ben, denk ik, wel 5 jaar terug in de tijd gegaan. We zijn toch een stuk afhankelijk van financiers. En wij hadden afgesproken begin 2019 dat wij een nieuw beleidsplan voor de komende 5 jaar zouden indienen. En dat hebben wij op 6 maart 2020 ingediend met een heel plan en dat was fantastisch. En 2 dagen later konden we het in de prullenbak gooien. De onzekerheid, de onduidelijkheid ook. Het was gewoon heel moeilijk om daar op de juiste manier mee om te gaan. Je hebt van alles opgebouwd en van de een op de andere dag bedenkt iemand in Den Haag dat jouw branche niet belangrijk genoeg is voor de maatschappij. Wij zagen onze hele branche op slot gaan. En zo'n branche als deze die kan gewoon niet verloren gaan. Daar werken te veel mensen met passie, maar we werken voor mensen die heel graag naar evenementen willen. Onze mensen die waren echt wel in de war. En wij hebben ook een paar hele moeilijke beslissingen genomen. Wij waren een financieel gezond bedrijf. En waarbij we gezegd hebben, als wij heel de zomer geen werk hebben en we mogen niks doen en er komt geen euro binnen, dan zijn wij op 1 september 2020 zijn we gewoon failliet en hebben jullie geen werk meer. Ik denk dat wij niet aardig zijn geweest in coronatijd naar onze mensen. We hebben eigenlijk door het feit dat we geen werk kregen, hebben onze flexibele schil, zoals we dat zo mooi noemen, al die mensen om ons heen, hebben gezegd, ik heb geen werk meer voor je. Dus die waren ook dan letterlijk weg. Wij dachten in het begin, dat zal wel snel overgaan. We hebben iedereen eigenlijk in eerste instantie een beetje naar huis gestuurd van, we zien elkaar over een maandje wel weer, gaan we even je huis schilderen. Ga je kijken, wat doet het voor mijn bedrijf? Ga ik het overleven? Moet ik mensen ontslaan? Van de 19 mensen die toen bij ons werkten, direct afscheid te nemen van 8. En met de andere 11 hadden we eigenlijk afspraken van, ik denk dat we straks in een soort slaapstand gaan. Binnen de groep bedrijven wat ik had, moest ik er gewoon zomaar 100 ontslaan. En ik zit ook in andere bedrijven, al met al heb ik een paar 100 mensen moeten ontslaan. Het gaat door merg en been. Welke ideeën hebben jullie om te kunnen gaan doen? Toen waren er een hele hoop jongens die zeiden, stuur mij maar weer terug naar mijn oude beroep.
dan ga ik wel weer een half jaar loodgieter worden. Of ik ga vrachtwagen rijden, of ik ga ergens op een kraan zitten, of ik word timmerman. Als ik daarna maar terug mag komen. We wisten, als de leveranciers niet overleven, hebben we geen evenement. Als de promotoren niet kunnen gaan voorbereiden en kosten kunnen gaan maken, komt er überhaupt geen evenement. De organisator krijgt het geld van de bezoeker. De organisator regelt iets met de vergunningen, maar de locatie regelt ook iets met de vergunningen. Je bent allemaal aan elkaar verbonden. Het haakt zo enorm in elkaar dat op het moment dat er beperkingen opgelegd worden vanuit Den Haag, vanuit de overheid, is er voor live entertainment geen bestaansrecht meer. Het is ook samen met elkaar iets moois neerzetten. Je werkt altijd onder een bepaalde druk naar het hoogtepunt toe. De deur gaan open, want het publiek staat daar. Dan gaan we niet nog een keer tutten omdat je nog niet klaar bent. Nee, dan moet je maar zorgen dat je klaar bent. En anders heb je nu 3,5 minuten speelruimte, maar niet meer dan dat. Dus show must go on betekent gewoon deliver on time en zorgen dat we er zijn wanneer het moet. Toen corona uitbrak, trad de evenementenwereld naar voren van, joh, overheid, kunnen wij jullie helpen? Hoe snel heeft de evenementenwereld ook geholpen om te kijken van, joh, dorpen met tenten, hulp, personeel, alles werd in no time opgebouwd. En ik denk dat we daarmee ook hebben laten zien dat de evenemententak snel, accuraat en doeltreffend kan handelen. De meeste ondernemers bij ons, de meeste leden bij ons, die leven gewoon niet van het geld van de overheid, maar die leven van gewoon handel doen op een mooie manier. En plotseling merkten wij dat die handel stopte. En dan zit je plotseling van, waar gaat mijn geld nu vandaan komen? Maar wij zijn de keten die leeft van die input van de bezoeker, die uiteindelijk betaalt aan de organisator en waar de leverancier van moet leven. Maar als je praat over de culturele sector die automatisch al zijn geld krijgt van de overheid omdat zij hoge cultuur zijn, ja, dan merk je dat wij van de andere cultuur, dat wij moeten zorgen dat we ons geld op een andere manier krijgen. En dat krijgen wij normaal op een zakelijke manier. Als die zakelijke manier door corona verandert, dan zie je dat je gewoon acuut inderdaad oplossingen opnieuw moet gaan uitvinden. En gelukkig zijn de meeste mensen in deze branche ook heel veerkrachtig. Want ook dat hadden we wel nodig. En we werden wel tot het uiterste in die veerkracht op de proef gesteld. En waar wij de komende tijd denk ik nog veel meer moeten gaan uitleggen, is dat we ook echt een maatschappelijke waarde hebben. En niet alleen een economische waarde. Want dat is ook een les die we getrokken hebben in coronatijd. Het is ook een hele goede plek waar je ook andere soorten cultuur, andere soorten geluiden ook tegenkomt. Het maakt ons niet uit of je van welk ras je bent, welk geloof je bent, of je man, vrouw of genderneutraal. Het maakt ons allemaal niet uit. Iedereen is welkom. En dat gevoel van verbinding, maar ook vrijheid, ja, dat ontzettend, een ontzettend gemis bleek te zijn. En je zag ook bij jongere mensen dat daar best wel een stijging in psychische problemen ontstond. Want wij kregen dat ook wel echt terug, dat mensen zich eenzaam voelden, in een isolement zitten. Ik ken zoveel huwelijken die voort zijn gekomen uit evenementen die wij hebben georganiseerd. Dat is heel leuk, dat krijg je vaak achteraf te horen. Maar ik denk dat dat misschien wel honderden zijn op mijn evenementen. De steden groter worden en de ruimte om evenementen te organiseren kleiner. Er wordt heel vaak vergeten dat die evenementen een hele belangrijke sociale functie vervullen. We zijn een heel belangrijke factor in het geluksgevoel van de samenleving. En als dat mist, dan zie je wat dat teweeg brengt. Mensen hebben allemaal ontspanning nodig. Mensen hebben allemaal de sfeer nodig om buiten te zijn, te genieten. En ik denk dat festivals een heel belangrijk onderdeel is. Er zijn helaas op dit moment ook wordt er een groter beroep gedaan op de geestelijke gezondheid dan ooit tevoren. Zeg rondom 15 tot 25, dat is gewoon een fase waarin je gevormd wordt. En dat is voor een hele grote groep mensen, is dat toch zo goed als onmogelijk gemaakt voor een periode van 2 jaar. En ik denk dat juist onze industrie ruimte geeft aan die groep mensen om zichzelf te leren kennen, te ontdekken, vrienden te maken. Ja, en eigenlijk zag je ook gewoon dat die urge om toch met elkaar te connecten en die verbinding te voelen en te dansen, dat die bijna niet te onderdrukken viel, want juist op het eind kwamen er steeds meer en meer illegale raves. Laten we heel eerlijk zijn, die hield geen thuisfeestje. Ik ken in mijn omgeving niemand die stil zat, nee. Steekt dat? Ja, enerzijds wel. Maar anderzijds denk ik ook, dat geeft ook weer aan dat de mensen, ondanks de maatregelen die je ook verzint, mensen willen bij elkaar zijn, mensen willen wat doen, mensen willen vermaakt worden. En als wij het niet doen, gaan ze het zelf doen. Onze industrie levert die mooie, unieke momenten die je voor de rest van je leven bijblijft. En die je samen beleeft.
waar je samen op terugkijkt, waardoor je samen vriendschappelijke banden opbouwt. Niet op afstand via de computer, maar gewoon in real life. Er is niks zo vrij en zo mooi als de evenementensector. Het is altijd anders, er is altijd weer een ander publiek, er is altijd weer een ander land. Wie kan er nou zeggen dat hij elke dag naar een feestje mag? Ja, dat zijn wij. Ik heb nog steeds dat ik bij elk evenement dat wij organiseren met verwonderingen, met kippenvel sta te kijken. Kippenvel als het publiek heel blij is en de artiest shine. Wat dat doet met de beleving van het publiek, daar krijg je gewoon koude rillingen van. Als je eenmaal besmet bent door deze branche, door deze tak van sport, ja. Het is moeilijk om iets anders te vinden wat daarop lijkt. Voor ons is het moment als we 's avonds in de vrachtwagen stappen, dat je dan kijkt en denkt van holy fuck, we hebben wel echt iets neergezet vandaag. Gewoon de lol en het plezier die hierin zit in deze sector, die is voor mij wel heel bepalend. Je kan niet stoppen in deze sector, althans technisch kan het en dat die mensen is het gelukt. Het is lekker om te werken met enorme deadlines. The show must go on is bij ons in de sector altijd iets wat geroepen wordt. Het onverwachte mogelijk maken, dat is het doel wat wij eigenlijk voor ogen hebben. Wij zetten evenementen neer waar iedereen in het buitenland jaloers op is. Een anders gezonde branche in de problemen door de pandemie. Van 89,8 miljoen bezoekers in 2019 naar de nul. Een niet te omschrijven uitdaging met vergaande gevolgen voor iedereen in de branche. Het was tijd voor actie. Van onze man in Den Haag tot op de straten van ons land. We kijken naar de impact en of er wel geluisterd werd naar de branche in nood. Ik denk dat wij een grote onbekende waren voor in Den Haag. Er waren natuurlijk wel wat departementen en wat onderdelen van Den Haag die met ons als, laten wij maar zeggen, de creatieve industrie te maken had. De tweede dag van corona hebben minister Wiebes van Economische Zaken toen, die hebben toen in Amsterdam in de toren mee naar boven getrokken van we gaan jou uitleggen hoe onze branche in elkaar zit. Wat dat betreft zijn we ook de mensen gaan opzoeken en die hadden ook belangstelling voor ons gelukkig. Men kende ons niet en men wist niet hoe we in elkaar zaten. En binnen de SBI-codes, een van die mooie woorden waar dan heel Nederland op is georganiseerd, komen wij ook niet heel duidelijk terug als een hele grote branche of een hele belangrijke branche. Dus dat word je ook niet gezien door een bepaald ministerie. En je hebt heel veel brancheverenigingen voor ons als evenemententak, maar ook voor licht en geluid en ook voor tenten. En, ja, en die gingen de krachten bundelen. En die hebben gewoon gezegd, wij moeten samen in een alliantie gaan zitten. En samen de vuist maken om te zien dat we die evenementenwereld zo snel mogelijk weer aan het draaien kunnen krijgen. Dus Willem, die van de evenementenbranche VVM kwam, die was daarna Willem van de Alliantie, om even op mezelf te betrekken. En die alliantie stond ook voor de kermissen. Die stond ook voor heel veel theaters. Die mocht ook praten als vertegenwoordiger van de culturele wereld. Dus we hebben heel hard met behulp van de alliantie ons moeten op de kaart moeten zetten om te laten zien dat wij wel degelijk een hele belangrijke rol spelen. We hebben op een gegeven moment de Club van Acht genoemd. Dat waren de eerste gesprekken. Zijn wij met de Club van Acht, de complete 200 brancheorganisaties die we hebben in dit vlak, zijn we gaan vertegenwoordigen. We hadden een enorme uitdaging. Dus er was behoefte om met andere partijen te kijken van hoe doen jullie dat? Kunnen we eigenlijk samenwerken? En er was ook aan de andere kant de overheid die zei van ja, we kunnen niet met iedereen aan de tafel, jongens, kom bij elkaar. Kijk, op het moment dat je versnipperd naar Den Haag gaat, dan word je ook versnipperd behandeld en dan duurt het heel lang. Maar ga je als groep naar Den Haag, dan zeggen ze, de grootste werkgever van Nederland meldt zich. Hier moeten we wellicht wat mee. In mijn optiek zijn we dat, ja. Kijk, als wij alleen al kijken naar een Zwarte Cross, waar we tijdens het evenement als een beetje 8000 mensen aan het werk hebben. Nou, we hebben vergelijkbare evenementen van vergelijkbare schaalgroottes. Nou, die zullen niet onderdoen. Dus ik denk zeker dat wij een van de grootste werkgevers van Nederland zijn, ja. We zijn wel een van de weinige, of zo niet de enige branche geweest die specifieke steun hebben gehad. Deze handen die normaal gewoon het geld binnenkrijgen op hun eigen manier, die moesten voor het eerst geld gaan vragen om mee te gaan in steunregelingen. En wij hebben heel veel geld hier weggehaald, laat ik maar even eerlijk zijn. Wat dat betreft dat wij voor onze leden en voor de evenementenbranche in Nederland hier veel geld hebben weggehaald. Heel Nederland had het over NOW en TVL, maar wij hadden het ook over TRSEC, ATE, de SEG, garantiefonds. De tech-regeling, ja, ik hou van afkortingen, ik hou van regelingen. Nee, het gaat helemaal niet om geld, maar geld is wel nodig om te blijven bestaan. En het feit dat mensen die naar deze film kijken, dat die nog steeds in het vak kunnen zitten,
Ik denk voor de meeste daarvan gaat het alleen maar door het feit dat het geen hobby meer is. Maar dat ze er ook geld mee zijn gaan verdienen. En daar daadwerkelijk gewoon mee kunnen blijven bestaan. Als ondernemer en als gezin thuis. Je hebt gewoon geld nodig en dat moesten wij letterlijk gaan regelen. Wat we niet hebben bereikt is dat we de continuïteit die wij hebben kunnen overbrengen op dit moment op Den Haag. In Den Haag merk je dat verschillende mensen een tijdje naar je kijken en dan weer een ander onderwerp gaan doen. En een tijdje op je onderwerp zitten, zoals met corona, en dan weer wat anders gaan doen. Fieldlab Evenementen is ontstaan uit de gedachte van, jongens, we hebben wel een hele hoop dingen die onduidelijk zijn in de evenementenwereld. Zullen wij niet samen ervoor zorgen dat we dat gaan benoemen, dat we de wetenschap dat laten onderzoeken en dat de ministeries dat ook gaan begrijpen? En we hebben toen ook letterlijk als branche en wetenschap en ministeries koppen bij elkaar weten te krijgen om te zeggen, ja, dat gaan we samen aanpakken. Tijdens corona Fieldlab was veel. We zijn in juli 2020 zijn we daarmee begonnen. En hebben met het hele Fieldlab-programma eigenlijk onderzoek gedaan naar hoe kun je op een veilige manier tijdens een pandemie als COVID eigenlijk op een veilige manier evenementen organiseren. We hadden een tijdje geleden hadden we nog even een terugblik op het Fieldlab-programma. En toen wees iemand erop dat we hebben met de koning een gesprek gehad. We hebben met, ik denk wel, 8-9 ministers aan tafel gezeten, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, maar ook heel veel wetenschappers. Als branche, als evenementbranche, hebben wij natuurlijk nooit veel met de wetenschap gehad. Je merkt hoe raar dat was als we die Fieldlab-evenementen hadden, dat je dan plotseling anderhalf uur bij elkaar in de buurt mocht en daarna ging je weer terug en dan mocht je je ouders niet zoenen, zeg maar. Waar zitten we in? Hè? Wat voor rare werkelijkheid. Het meest bijgebleven is de persconferentie waarin Hugo de Jonge zei, op basis van het Fieldlab-programma hebben we eigenlijk de hele samenleving geopend. En dat was een soort van, daar zou je heel trots op kunnen zijn. Wij waren er heel angstig voor dat hij dat op die manier vertelde. En daarna is eigenlijk ook het hele wat we met Fieldlab eigenlijk hebben ontdekt en wat we hebben weten uit te leggen, kwam daarna in een soort van hele gekke verkeerde stroomversnelling terecht. En was die persconferentie eigenlijk helemaal niet meer zo wat er op dat moment eigenlijk door Hugo de Jonge werd verteld. En moesten we eigenlijk weer terug gaan knokken van iets heel positiefs wat bij de persconferentie werd geroepen tot iets wat eigenlijk bijna weer buitenspel werd gezet. De dinsdag dat het persbericht bekend werd, dat ik voorzitter werd, dat was de dinsdag voor de vrijdag dat onze minister Dansen bij Janssen ging roepen. En werd ik eigenlijk meteen als voorzitter ook in het diepe gegooid. En wij als VVM natuurlijk geconfronteerd met een hele bizarre situatie. Iedereen was aan het juichen. En vanuit het Fieldlab-programma dachten we eigenlijk, oh jee, dat is eigenlijk niet goed wat hier wordt gezegd. 'S Ochtends een prik halen en 's avonds naar het feest. En dat is toen massaal gebeurd ook. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een gigantische verspreiding ging plaatsvinden van het coronavirus. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. En daar gebeurde zoveel tegelijkertijd. Terwijl we uit een periode kwamen met heel veel lockdowns en heel veel maatregelen. Waardoor we eigenlijk dachten, oh, dit gaat te snel. En wij wisten al dat de evenementenbranche dan als eerste weer de dupe zou zijn. Daarna werd de boel op slot gegooid. En alles wat we met elkaar hadden gedaan op Fieldlab werd gewoon overboord gegooid. En dat werkte natuurlijk heel erg frustrerend. En dat heeft ook geleid tot onder andere de Amutus-acties die we hebben gezien. Ik heb zelf ook meegelopen om uiting te geven aan mijn frustratie. Bij de eerste Unmute, was het samenkomen van alle mensen uit de industrie, was iets heel bijzonders. Ik heb heel veel hele stoere, huilende productiemannen gezien. En er werken gewoon mensen met een enorme passie en hartstocht en liefde voor de evenementindustrie. Nou ja, Dansen met Janssen was jongens, we gooien het open, halen een prikkie en dan kan je dansen. Maar er is niet nagedacht over een incubatietijd. Er is ook niet nagedacht over, misschien moeten we de nachtclubs en de evenementen niet tegelijkertijd opengooien. Misschien moeten we het iets gefaseerd doen. Op een onverstandige manier werd er met ons omgegaan. En die frustratie die merkte in alle kanten. En op een gegeven moment dacht ik ook van ja, we moeten hier wat mee. Alle bezoekers van onze evenementen, als we die kunnen activeren. Misschien kunnen we dan wel een geluid laten horen wat groot zou kunnen worden. En wat zin heeft tegen het huidige beleid op dat moment. Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Enschede,
Amsterdam, Groningen. Ik hoop niet dat ik iemand vergeet. Volgens mij ook nog Nijmegen. Bij de tweede, we hadden een eerste protest en een tweede protest. Dus bij de tweede hadden meer partijen zich ook aangesloten. Het aantal mensen bij protest is altijd heel lastig. Ik heb het idee dat de overheid probeert om dit soort bijeenkomsten lager in te schatten. En de organisator probeert het altijd hoger in te schatten. Ik denk dat er tijdens het hele tweede protest in heel Nederland zo'n 150.000 mensen op de been zijn geweest. Om in deze branche te werken heb je eigenlijk maar één ding nodig en dat is de juiste spirit. Je moet houden van een uitdaging, elke dag iets anders. Elke dag een andere locatie, andere mensen, andere evenementen. Er werken heel veel bijzondere personen in de evenementenbranche. Een beetje gekte is het hele belangrijke om in de branche te werken. Passie voor evenementen, festivals, voor sport, dat helpt. En dat maakt het ook leuk, anders houdt het eigenlijk ook niet vol. Want het is niet 9-to-5 wat we doen. Je bent ook vaak 's avonds weg. Ik denk dat we allemaal bezeten zijn van de show must go on. Dus maak je niet gek, je krijgt me niet stil als we door moeten. Je krijgt me ook niet gestopt als we iets af moeten maken. Zoals hier, die oneindige passie, drive, we kennen geen nee. We gaan altijd door totdat de deuren open gaan, want dan ben je gewoon begonnen. Iedereen is altijd bereid om op het laatste moment nog even een tandje harder te zetten als dat nodig is. Om uiteindelijk het meest mooie plaatje of het mooie evenement of de mooiste sound of het mooiste licht nog te creëren. Het meeste van het werk wat we doen is 's avonds, 's nachts, weekenden, feestdagen. En dat is natuurlijk wel een bepaalde houding die wat je moet willen doen. Vaak 's avonds weg. En als dat ook werk wordt, dan hou je het niet lang vol. Maar het mooie wat eigenlijk iedereen met elkaar verbindt, is dezelfde passie. Iedereen heeft diezelfde drive, maar dan op zijn of haar vakgebied. En ik vind dat echt heel bijzonder. Het is zo makkelijk om iemand op een zijspoor te zetten, maar dat werkt niet. Dat willen we ook niet. We doen het samen. Of je nou in de techniek werkt of in meer in de horeca, voorbereiding, uitwerking. Het zijn allemaal praktisch ingestelde mensen. Het is natuurlijk hard werken, maar welke branche is tegenwoordig niet hard werken? En op het moment als je het evenement achter de rug hebt en je kijkt terug en je ziet al die filmpjes op social media en iedereen vrolijk en iedereen blij, dan denk je ja, maar ik ben daar wel onderdeel van geweest. Een rollercoaster van emoties en acties. Zo stormachtig als de branche tot stilstand kwam, zo stormachtig begon ook seizoen 2022. Van bezoekers tot personeel tot materiaal, alles kwam in beweging. We onderzoeken hoe de branche omging met dit seizoen en hoe het naar de toekomst kijkt. 2022 is natuurlijk een jaar geweest waar enorm veel evenementen in een tsunami over ons heen gekomen zijn. We hadden natuurlijk inhaalconcerten van 2 jaar daarvoor. Die moesten allemaal ertussendoor. In januari, februari was het allemaal twijfelachtig. Van gaan we een festivalseizoen hebben of gaan we hem niet hebben? Nou, eind februari kwam dan in één keer het signaal van ja, het kon nog wel eens doorgaan. Ja, en dan zie je toch dat iedereen in één keer vol aan de bak gaat. En dat dan in één keer alle leveranciers zeggen, yo, wacht even, want heb ik nu wel materiaal genoeg? Heb ik mijn mensen nog wel? Nou, en toen kwamen we dus van het ene probleem in het andere probleem. Personeelstekorten, materialentekorten, materialen die nog in de GGD-straten lagen. Ik heb echt, op je geloof of niet, in de zomer elke dag afgestreept van, hé, dit is weer goed gegaan, we zijn er doorgekomen zonder problemen en we hebben het kunnen doen. Het waren roestige machines die in één keer weer moesten gaan draaien en je maakte hele domme fouten die je in het verleden nooit maakte omdat de routine eruit was. En waar je dan in het verleden zeg maar 10 mensen voor nodig had, had je er nou 16 mensen voor nodig. En dat is wel een signaal. Het 2 jaar thuiszitten heeft mensen de ogen doen openen zo van oh, 's avonds niet werken, weekenden niet werken, geen overuren, geen stress. Wij hebben best wel echt heel hard moeten werken dit jaar om een evenement georganiseerd te krijgen. Het is een enorm verlies van kennis in onze branche. En ik denk dat we nog wel een paar jaar nodig hebben om te herstellen. De coronacrisis was echt gigantisch groot. Maar de uitdagingen die we nu hebben zijn ook gigantisch groot. En complex en veel. Ik denk dat 2023 minstens zo'n moeilijk jaar gaat zijn. Omdat er misschien organisatoren zijn die het niet meer kunnen organiseren. Of dat er leveranciers zijn die het ook niet meer kunnen leveren. Als ik denk in 2023, dan zien we dat in het najaar 2022 een nieuwe uitdaging op spat kwamen die er al lang geweest zijn. Te maken met energie, te maken hebben met stikstof, te maken hebben met ruimtelijke ordening en allerlei dingen die ons bedreigen en die niet door een ondernemer kunnen worden opgelost in zijn eentje. Inflatie, geldontwaarding,
kostenstijging. Nou, we moeten aflossen van de belastingsschulden. Dat maakt volgend jaar wel heel, heel uitdagend. Nou, ik denk vooral ons blijven realiseren dat een crisis voorbij gaat. Dat mensen altijd behoefte blijven aan uitgaan. Maar dat je ook elkaar, ja, het is bijna een open deur en het is een cliché en het klinkt misschien heel sof, maar dat we echt elkaar nodig hebben, alle schakels in de keten. Van elkaar hebben we wat begrip nodig, denk ik, af en toe. Begrip dat iedereen wel eens een momentje heeft dat het even niet zo lekker zit. Iedereen heeft het moeilijk en gewoon weer met elkaar proberen om die evenementen te organiseren en het beste eruit te halen. Bewust zijn van wat we eigenlijk aan elkaar hebben en dat we elkaar gewoon nodig hebben. Dus zonder de bezoekers kunnen wij geen kaartjes verkopen. Zonder de leveranciers hebben wij geen podia, geen hekken. Dus je bent zo ontzettend van elkaar afhankelijk. En ik denk dat dat is heel mooi. Ik hoop dat we dat gevoel ook vast kunnen houden. Dus het begrip wederzijds. Nu moet je gewoon snappen van elkaar dat sommige dingen niet kunnen. En dat moet je bespreekbaar maken. En je moet ook met elkaar gaan bepalen wat je wil behalen. En hoe je met elkaar omgaat. Medewerkers. Die kunnen wij goed gebruiken. Er is een hoop kennis verloren gegaan. En het is aan ons als branche zijnde, in de breedste zin van het woord, mensen weer overtuigen om bij ons te komen werken. Op dit moment lijkt het of de corona helemaal weg is. En ik hoop ook dat het weg blijft. En dat de mensen in Den Haag iets meer verstand hebben gekregen dat een branche uitzetten niet de oplossing is voor een gezondheidsprobleem. Een betrouwbare, stabiele overheid die afspraken nakomt. Die naar feiten en cijfers blijft kijken. Zich niet door mediadruk of andere druk laat leiden. Ruimte om evenementen te organiseren, want dat wordt steeds minder. En er komen meer mensen, dus eigenlijk zou je meer evenementen moeten kunnen organiseren. Wij hebben iets meer vertrouwen nodig van de overheid. Ik denk dat het daar op het laatste moment is misgegaan. Dus het is ook een frustratie, maar misschien ook wel een verdriet, dat we eigenlijk nooit als branche hebben kunnen laten zien wat we met dat Fieldlab-programma hebben behaald. Laat de overheid maar eens, in plaats van dat ze subsidiëren van papadagen en minder werken en minder uren, laat ze maar subsidiëren dat overuren minder geld naar de belasting gaat. Dan denk ik dat we er gauw weer zijn. Blijf je in deze sector werken? Ik zou niet weten wat ik anders kan. Nee, ja, ik blijf zeker in deze sector werken, want dit is eigenlijk het mooiste wat er is. Mensen laten genieten, mensen vermaken, mensen entertainen. En dan ook nog van je hobby je werk maken. Nee, dan moet je nooit mee stoppen. Nou, dat is het. Ik denk dat ik inmiddels zo verpest ben door deze industrie. Het zit in je hart. Ik ben officieel gepensioneerd, zeg ik altijd. Maar mijn hart ligt hier nog en ik ga niet weg. Ik vind het echt de mooiste sector wat er is. Ik vind het ongelooflijk leuk. Ik word hier heel blij van. En, nou, hier zit volgens mij alles van het leven zit in deze branche. En zolang je al een week van tevoren zin hebt om naar je eigen evenement te gaan. En zaterdag, dat ik al weet dat we om 10 uur open gaan, dat ik om 10 uur daar wil zijn om gewoon die mensen aan te zien komen. Ja, dan weet je gewoon dat je goed zit. Dus ik twijfel ook niet of ik nu iets anders moet doen. Er is geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Er zijn nog zo ongelooflijk veel uitdagingen te behalen in de sector. Dus voor mij nog genoeg te doen. Elke 5 jaar zeg ik, nou nog 5 jaar dan stop ik ermee. Nou, dat zeg ik inmiddels al 25 jaar zo ongeveer. Dus ik denk dat ik heel moeilijk afscheid kan nemen van deze sector. Over 5 jaar ja, staan wij nog steeds waar we nu staan. En zijn we gegroeid en hebben we nieuwe producten geïntroduceerd. En is de branche nog professioneler en maken we met z'n allen nog vettere dingen. Dus ik krijg me niet weg uit deze sector. Laten we dat maar een soort belofte zien. De live entertainment industrie in Nederland, dat is een grote familie die met veel passie hele mooie evenementen neerzet. We hebben heel veel van elkaar geleerd. Je spreekt elkaar meer, de verbinding is groot, het respect voor elkaar is groot. En ik denk dat dat de enorme drijvende kracht is van de VVM voor de hele branche. We keken terug op de pandemie met 10 personen die allemaal 1 doel nastreven. Evenementen bedenken, ontwerpen, bouwen en produceren. Om voor bezoekers dat unieke moment te creëren dat ze een leven lang bijblijft. Gedreven door een professionele passie werken zij samen met elkaar en ontelbare andere professionals aan Nederland Evenementenland.